De duivensport in ons land leeft weer sterk op. In de bezettingsjaren zijn miljoenen van deze dieren afgemaakt, omdat onze bezetters ze als overbrengers van berichten te gevaarlijk achten. Maar direct na de bevrijding zijn overal in het land de liefhebbers weer aan de slag gegaan. En langzamerhand komt de duivenstand weer op het oude peil. Met grote zorg en toewijding worden deze gevleugelde vrienden van de mens behandeld. En dat ze het samen goed kunnen vinden, bewijzen deze opnamen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Nadat ze dicht bij huis geoefend hebben, moeten ze bewijzen dat ze echte postduiven zijn. En dat gebeurt in een wedstrijdvlucht. Eerst krijgen ze hun persoonsbewijs in de vorm van een ringetje aan de poot. In speciale manden vindt het transport plaats, soms over 1000 kilometer of meer. Het blijft een raadsel hoe deze diertjes de weg terug weten te vinden. Eenmaal weer vrijgelaten, cirkelen ze even rond en dan schieten ze met een snel treinvaartje in de goede richting naar huis. In het internationaal